dit geeft mij ontzettend voldoening. Als ik zo'n gerecht zo neer kan zetten, ja, dat geeft het een bepaalde trots, een bepaalde kick. Dat is prachtig. Om 15 heb ik de keuze gemaakt om het koksvak in te gaan. Voor mij is het een prachtig vak om je creativiteit te kunnen uiten, te kunnen tonen. Maar ook om je eigen persoonlijke smaak te kunnen ontwikkelen. En natuurlijk altijd met mijn familie hieromheen, met mijn koks, mijn jongens, dat over te dragen en dat altijd weer naar de gasten willen uiten. Dat is prachtig. Ja, Sandra heeft mij gevraagd om een gerecht te maken. Je ziet de print voor je, je ziet de verschillende diversiteit van bloemen, kleuren. Dat leeft. Mijn gerechten moeten ook leven. En dat creëert voor mij dat mooie smaken. Dus dat is het heel goed te combineren met het koksvak. Het wordt een vegetarisch gerecht, gebaseerd op groenten, gebaseerd op het voorjaar. Met groenten kan je creativiteit tonen. En dit is ook het moment dat wij het leven terugbrengen eigenlijk in het gerecht. En dit moet allemaal zo liggen dat je denkt van wauw, hier is zoveel aandacht aan geschonken. En dat is mijn gerecht dan. Een kleine Aziatische twist, hoop jonge groenten, frisse kruiden. Heerlijk.